Hoi allemaal en super dat je kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. En vandaag heb ik een ontzettend leuk pakketje gekregen van My Jewellery. Ik heb een bestelling bij My Jewellery geplaatst van meer dan €150. En ik ga het vandaag allemaal aan jullie laten zien. Er zitten zowel sieraden in als kleding. En ik ga het gewoon een beetje door elkaar husselen. En ik denk dat echt letterlijk elk item wat ik heb zo leuk is voor de kerst. Dus ben je nog op zoek naar iets leuks voor eerste kerstdag, tweede kerstdag, kerstavond. Misschien zelfs voor oud en nieuw. Blijf dan zeker even kijken en... misschien zit er iets voor je tussen. Alle linkjes van de items van de sieraden en de kleding staan hieronder. Daarnaast staat er ook een linkje van My Jewellery's YouTube kanaal. Ze hebben namelijk sinds kort een YouTube kanaal waarin ze meer vertellen over hun bedrijf, hun sieraden en alles wat ermee te maken heeft. Dus vind je dat leuk? Check dat even en vergeet niet te abonneren. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal. Ik zou dat heel erg waarderen. Het helpt heel erg voor de verspreiding van mijn YouTube kanaal over YouTube. Waardoor mijn video's weer bij meer mensen terechtkomen. Dus dat zou ik zo erg waarderen. Dankjewel. En dan denk ik, laten we beginnen met de items. En laten we beginnen met een paar oorwedden die echt oprecht zo perfect zijn voor de kerst. En dat zijn deze schattige pareloorbelletjes. Ik draag meestal wat kleinere sieraden, zoals ik bijvoorbeeld nu in heb. Gewoon zo'n hangertje. Maar dit vond ik wel echt heel erg schattig, omdat het toch heel feestelijk is door die parels. En ik hou van parels in sieraden. En ze zijn toch wel wat groter. Ze zijn goud. Ik heb eigenlijk al mijn sieraden goud. Ik weet niet. Ik heb zo'n idee dat je dat niet zelf kiest. Het hoort gewoon bij je. Of je bent goud of je bent zilver. En ik ben gewoon goud. Ik kan er niks aan doen. Ik hou ontzettend van de kleur goud. Ik denk dat het bij heel veel kledingstukken en tinten heel mooi staat. Dus laten we even kijken of dat in dit geval ook zo is. Ik ben trouwens bij de kapper geweest, jongens. Wat vinden jullie ervan? I like it. En dan zijn dit de oorbellen. Oh, ik ben er echt ontzettend blij mee. Eén ding merk ik wel heel erg altijd bij deze oorbellen. Als ze wat groter zijn, dan zie je dus... Wacht, ik ga even inzoomen. Kijk, dan zie je dus dat het soort een beetje zo gaat hangen. Terwijl het eigenlijk natuurlijk soort zo moet hangen. Dan gaat het soort zo, omdat het dan ja, een beetje uitrekt of zo. Maar ik heb daar een hack voor gevonden. Oké, even inzoomen. Dit is wel heel intimiderend. Kijk, dit is natuurlijk gewoon hoe de oorbel eruit ziet, zo. En hier zit nog best wel veel ruimte voor je oor. Als je dit open doet en je doet eerst zo'n achterkantstukje van een andere oorbel. Of van, weet ik veel, ik heb het altijd over. Als je dit zo erop doet en dan dit. Tadaa! Dan zit het dus echt zo stevig tegen je oor aan, zeg maar. En dan heb je daar geen last meer van. Tadaa! Lifehacks met Jiska. Dat was het eerste item. En als tweede item heb ik een hele mooie ring. En dit is de ring. En als je het mij vraagt, is die echt perfect voor kerst. Want er staat een ster op. Ja jongens. Het is een best wel grove, grote ring. Met dus een glinsterende ster. En hoewel het dus een beetje combinaties van zilver en goud. Het sterretje is zilver, de ring is goud. Stoort het me niet. Ik vind het echt heel erg mooi. En dit is hoe de ring staat als die om mijn hand zit. Ja, sorry, ik heb mijn nagels niet gedaan vandaag. Ik heb ringmaat 19 gekozen, waardoor die dus wel echt wat te groot is. Zoals je zeg maar kan zien. Dat is heel jammer, maar ik wist niet wat mijn ringmaat was. Ik heb nooit zeg maar een ring gehad waarbij ik dat moest kiezen. Dus ik ging mijn vinger opmeten en toen kwam ringmaat 19 eruit, wat wel jammer is. Maar hij past dus wel om mijn duim. Maar ik vind het niet echt een duimring. Dus ik ga hem cadeau doen aan een vriendin voor deze kerst. Die wel ringmaat 19 heeft. Mijn tip... Let goed op bij de maten en weet ook welke maat je hebt van je ringen. En dan is het wel echt een hele mooie ring. Maar voor mij is die dus niet helemaal geschikt, maar hij is wel echt gorgeous. Maar weet jij nou ook niet wat je ringmaat is? En ben je bang dat je dezelfde fout maakt als ik? Heb ik nog een tip voor je, want ik heb nog een ringetje en deze past wel. En dat is omdat het een soort, ja, one size fits all is. En dat is dit ringetje met een slangetje, een krulletje. Ja, het is eigenlijk gewoon een slangetje. Maar hier zit gewoon zo dit over elkaar heen. Dus je kan hem wat breder maken, maar ook wat kleiner. En deze zou ik dan bijvoorbeeld zo om mijn ringvinger kunnen doen. Een beetje zo schuin. En ik vind dat dat wel heel cool staat. Ik heb ook deze ring om mijn vinger. Deze is ook van My Jewellery. En nu heb ik dus ook deze. Vooral met gouden sieraden vind ik altijd hoe meer, hoe beter. Ik hou van veel goud. Zeker als je een outfit zoals mij aan hebt met wit en bruine tinten en zo. I love it. Volgens mij zijn deze soort ringetjes ook wat cheaper dan bijvoorbeeld zo'n wat grotere. Dus... Al wil je voor een goedkopere optie gaan, dan is dit ook zeker een grote aanrader. Dan heb ik een kledingstuk en ik denk dat dat wel heel leuk is om jullie te laten zien. En dat is een broek. En geloof me, als je iets nodig hebt voor kerst en oud en nieuw, is het deze broek wel. En dat is namelijk deze bruin, goud-zwarte-achtige glitterbroek. Het is, ja, toch soort wel een flarebroek. Oh. Maar hij zit niet helemaal strak. Het is gewoon best wel casual. Hij staat heel flattering en ik ben hier echt ontzettend blij mee. Aan de bovenkant zit gewoon een elastieke band. Zo kun je het kleurtje iets beter zien. En hierbij draag ik een maat M. Maar ik moet zeggen, ik denk dat een maat S me ook wel had gepast in dit geval. Want hij is vrij lang en hij valt ook niet heel groot of zo. Ik pas hem wel gewoon, hij zit mooi. Alleen dan had ik echt gewild dat hij wat strakker zat om mijn bovenbenen en mijn billen. Dan had een maat S misschien beter geweest. Dus kijk even voor jezelf wat beter is. Dan heb ik voor een kettingje gekozen. En ik draag eigenlijk altijd deze kettingen. Deze heb ik van Sam gekregen voor mijn verjaardag en die draag ik elke dag. En dit is een ketting van Comcat Fashion. En ik vind het heel leuk om een beetje zo'n chunky ketting erbij te dragen. Maar ik ben dus echt ook best wel fan van gekleurde kettingen. Daarom heb ik dit groen-blauwige kettingje uitgekozen. Dit is de ketting. Hij is dus, ja, wat is die? Op camera lijkt hij groen, maar in het echt is weer wat blauwer. Het is echt zo'n tussenkleurtje en ik hou daar wel heel erg van. En hij heeft dus zo'n leuk sluitingje. Dit is ook gelijk het sluitingje zoals je kan zien. Maar ik vind het altijd wel heel leuk om het sluitingje aan de voorkant te hangen. Dus ik denk dat dit super leuk staat met heel veel verschillende outfits. Niet per se met deze, met dat bruine. Maar in de zomer, maar ook in de winter. Echt super leuk. Zo'n soort kleurtje erin. Dit is het kettingje dan. Ja, hij valt precies op mijn andere ketting. Ik zal deze even afdoen. En ik vind dat dus helemaal heerlijk. Zo'n subtiel kettingje met zo'n leuk kleurtje. En er zit ook dus best wel een glittertje in. Zoals je kan zien. Dus dat is perfect voor de feestdagen. En dan heb ik het laatste item alweer uit deze shoplog. En dat is nog een paar oorbellen. En net zoals degene die ik dus nu in heb. Deze zijn ook best wel chunky, best wel big. Maar weet je, het is kerst. Dus dat mag. En dat zijn deze oorbellen. En ik vind ze echt heel stoer. Dit is er eentje, zo kan je het misschien iets beter zien. Hier zitten dus van die ringetjes, maar het zit wel gewoon vast, zeg maar. En er zit dus om dat ringetje een soort gedraaid patroontje. Kunnen jullie dit goed zien? En dit is gewoon het sluitje. Gaat gewoon zo open en dicht. Dit is hoe de oorbellen eruit zien. Ze zijn dus best wel chunky, maar ik vind dat echt geweldig. Super stoer, maar toch ook wel heel elegant. En dus bijvoorbeeld met zo'n pareltje die ik nu in mijn tweede gaatje heb, vind ik het ook wel een hele leuke combinatie. Al dat goud, ik hou er zo van. Dat waren dus alle items die ik van My Jewellery heb mogen ontvangen. Ik wil My Jewellery heel erg bedanken voor deze shoplog en voor het toesturen van de items. Als je er wat leuks tussen hebt zien zitten, neem dan zeker even een kijkje op de My Jewellery site. Je kunt het linkje hieronder gebruiken. Je kunt ook natuurlijk even een kijkje nemen op een YouTube kanaal. Dat zou ook super leuk zijn. Daar vind je ook het linkje hieronder. En natuurlijk van alle items. Lijkt het je leuk om wat nieuwe sieraden te hebben voor de kerst of misschien als kerstcadeautje nog weg te geven? Kijk dan zeker even in de beschrijving hieronder. Als allerlaatste, laat weten in de comments welk sieraad jij het mooist vond. Of de broek natuurlijk, daar kan je ook voor kiezen. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Bye guys!